Hallo, ik ben Anna. Even een paar dingen om je wegwijs te maken voor je gaat vergelijken. Waar ga je de machine voor gebruiken en waar komt die te staan? Als eerste de laadcapaciteit. In een eenpersoonshuishouden is 4 kilo voldoende, met z'n tweeën 5 kilo. Maar een gezin met twee kinderen vraagt toch zeker wel om 6 kilo. Kijk, dit stapeltje is 4 kilo en deze stapel is 6 kilo. Het tweede waar je een wasmachine op kunt beoordelen is hoe droog de was uit de wasmachine komt. Dat heeft te maken met het toerental. Als je de was in de droger doet, dan komt het natuurlijk altijd wel goed. Maar hang je de was op, zorg dan voor minimaal 1200 toeren. Wat je natuurlijk ook kunt doen is een was-droog combinatie kopen. Die zijn tegenwoordig heel erg goed. Het enige is dat je dan wel in twee rondes moet drogen, want er passen minder kilo's in de droger dan dat je wast. Nou, dat lijkt mij persoonlijk heel onhandig. Daar staat tegenover dat het weer heel veel ruimte scheelt. En een was-droog combinatie is tegenwoordig even duur als een wasmachine en een droger apart. Ten slotte moet je natuurlijk goed nadenken over waar je wasmachine komt te staan. Als je heel weinig ruimte hebt, kun je natuurlijk denken over een bovenlader. Want die zijn vaak maar 40 centimeter breed. En anders kom je uit bij een gewone wasmachine met dat patrijspoortje. Denk er dan wel even over na of je links of rechts moet opendraaien. Nou, ik hoop dat je nu een beetje een idee hebt waar je moet beginnen. Je kan kijken bij de voorselectie die ik heb gemaakt voor deze maand. Maar je kan ook kijken onder de knop Best bekeken. Best bekeken zijn de wasmachines die door al onze bezoekers op onze website het meest zijn bekeken. Het zijn de populairste van onze site. Wat je ook handig zult vinden zijn de beoordelingen, de rapportcijfers die mensen hebben gegeven die zo'n machine thuis hebben staan. En de reviews, daarin schrijven ze wat ze er goed en slecht aan vinden. Heel veel succes verder!